Deze meditatie wordt verzorgd door. Dominee Eikoop. Beste luisteraar, fijn dat u weer hebt afgestemd op het dagelijks woord. We beginnen vandaag aan een nieuwe reeks lezingen. Deze weken na Pasen lezen we verhalen over de verschijningen van de opgestaande Heer uit het Evangelie naar Johannes. Vandaag hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 3. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de heren uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipelen, en zij kwamen bij het graf. In de overdenking wil ik met u stilstaan bij de eerste paar woorden van het hoofdstuk. De eerste dag van de week. Broeders en zusters, op de eerste dag van de week, zo begint het eerste opstandingsverhaal in het Evangelie. En dat zijn veelzeggende woorden. De eerste dag, dat is de zondag na Goede Vrijdag, dat is de derde dag na Jezus dood. En daar spelen verschillende klanken in mee. Allereerst spreekt hiermee de herinnering aan Jezus' eigen woorden. Hij heeft voor Goede Vrijdag tot zijn discipelen gezegd: De zoon des mensen gaat naar Jeruzalem. Hij zal daar moeten lijden. Hij zal worden overgeleverd en gedood worden, en op de derde dag worden opgewekt. Dat had de Heer Jezus verschillende keer gezegd. Maar niemand had dat begrepen. Verschillende discipelen dachten wel dat Jezus nu koning zou worden. Maar begrepen niet dat hij eerst gedood zou worden. Laat staan dat hij zou worden opgewekt. Ook op die eerste dag begreep nog geen van zijn discipelen dat. De verhalen in deze hoofdstukken laten dat zien. Pas later. Zijn de volgelingen van Jezus het gaan beseffen? Pas later is ook Johannes het gaan beseffen. Toen dat was doorgedrongen, kwam die herinnering aan Jezus' woorden weer boven. Toen zijn ze gaan beseffen, via kruis en opstanding is Jezus koning geworden. Hij is een heel andere koning dan andere koningen. Hij is de weg gegaan van het lijden, om daarmee de zonde der wereld op zich te nemen. En is daarna, zoals hij had voorzegd, op de eerste dag van de week, de derde dag, opgestaan. Terugkijkend overziet Johannes het moment dat hij zijn Evangelie schrijft, deze heilsweg. En daarop benadrukt hij: het gebeurde zoals Jezus had voorzegd. Het gebeurde op de derde dag na zijn kruisdood, op de eerste dag van de week. Maar in deze tijdsaanduiding klinkt nog meer mee. In Joodse oren is de eerste dag ook een bijzondere dag. Dat komt door voorspellingen die door profeten gedaan zijn. Ik beperk me nu tot één profeet, Hosea. Hij heeft over Israël voorzegd: over succes, vers 2. Na twee dagen zal hij ons leven maken. Op de derde dag. Zal hij ons doen opstaan? Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Ook in de Joodstraditie is de zondag een bijzondere dag. De Sabbat staat voor hen centraal. Maar ook aan de zondag zijn de Joodse godsdienst grote verwachtingen verbonden. Dan zal het nieuwe leven beginnen. Dan zal de herleving van Israël beginnen. Dan zal Gods Koninkrijk doorbreken. Die ervaring is nu doorgebroken. Johannes schrijft erover. En de opstanding van Jezus is niet alleen het, het onderwerp van deze hoofdstukken, hoofdstuk 20 en 21, het is de drijvende kracht achter heel het evangelie. De opstanding van Jezus is de kracht die Johannes inspireert door het schrijven van dit evangelie. Het is de kracht die alle christenen opwekt tot geloof en maakt dat christenen Jezus als Heer herkennen. De gebeurtenis van deze eerste dag is de basis van alle christelijk geloof, ook van uw, jouw of mijn geloof. Op deze eerste dag is het beslissende gebeurd. Daarmee heeft deze eerste dag ook een verschuiving teweeg gebracht in de hele tijdsbeleving. Vanaf deze eerste dag komen christenen op elke eerste dag van de week samen om Jezus' opstanding te vieren en te gedenken. U weet, de Joden hebben de Sabbat als heilige dag. Dat heeft God zelf hen opgedragen. Dus vieren Joden wereldwijd zaterdag als de dag die apart is gezet. Maar voor christenen is een andere dag centraal gaan staan: de Opstandingsdag. De eerste dag. Dat is voortaan de dag die christenen apart zetten en vieren. Je hoort wel eens zeggen. Dat keizer Constantijn de Grote daarmee begonnen is, maar dat klopt niet. Constantijn is er wel mee begonnen om deze dag vrij te geven, zodat mensen die dag niet hoeven te werken. Maar de traditie dat deze dag voor christenen de heilige dag is, waarop ze samenkomen om de opstanding te vieren, die is al veel ouder. Daarvan horen we al bij de eerste christenen in het nieuwe testament. Kijk bijvoorbeeld maar Handelingen 20 vers 7. Op De eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, een duidelijke verwijzing dat ze op die zondag samenkwamen om het heilig avondmaal te vieren. Of kijk naar 1 Korinthe 16, vers 2: Op elke eerste dag van de week moet ieder van iets opzij leggen wat in zijn vermogen is voor de inzameling van de broeders. Of, een laatste voorbeeld: Openbaring 1, vers 10. Waar Johannes zegt: Ik was in de geest op de dag des Heren en hoorde een stem. De dag des Heren, de eerste dag, die staat voor Christus centraal. Op die dag zijn dood en zonde definitief overwonnen en is het Koninkrijk van Jezus definitief doorgebroken. Uit dat grote heilsfeit mogen we leven. Elke week opnieuw. Kom op die dag samen om daarin herinnerd te worden. En zo mag ieder die Christus lief heeft, week in week uit leren om daaruit te leven. Ik sluit deze meditatie af met een prachtige opmerking van professor Van Rudder. Hij zegt in de meditatie, wij worden geroepen naar het einde toe te leven. Maar wij worden nog veel meer geroepen van het midden uit te leven. De opwekking uit de dood aan het einde van de tijd is niet meer dan een uitrimpeling over de gehele werkelijkheid van de kracht van God die is geschied in het kruis en de opstanding van Jezus in het verleden. Einde citaat. We leven als Christen niet alleen toe naar de eindtijd, naar de wederkomst van Christus. We leven ook vanuit het midden, vanuit het grote heil, dat Hij verworven heeft aan het kruis en vanaf die eerste dag uitdeelt. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God Vader in de hemel, wij danken U voor dat heerlijke Evangelie, het Evangelie over de opstanding, het Evangelie dat U, Heer Jezus, zonde en dood, Satan het verslagen dat er daarom bij u vergeving is. Dat er daarom vanaf die eerste dag een opstandingskracht door de wereld gaat. De dag de kracht die mensen wekt tot geloof. De kracht die harde harten wil openbreken. Die mensen uit de dood wil roepen tot het leven. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ga daarmee door, heren. Wij danken Heer dat we elke dag opnieuw mogen vieren. We hebben het afgelopen zondag gevierd. Op het grote paasfeest, maar we mogen het elke week opnieuw vieren. Elke week opnieuw leren om daaruit te leven. Heer wil ons daarbij helpen, door uw heilige geest. Ga zo met ons in deze week. Wees met hen die een moeilijke tijd hebben, om welke reden dan ook. Geef ons alles wat we nodig hebben. En leer ons zo leven, van zondag op zondag, vanuit de kracht van de opstanding. Dat bidden wij u. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen.